Welkom bij deze nieuwe video. Deze look heb ik gemaakt op verzoek van iemand. Een meisje DM'de mij via Instagram of ik een bepaalde look kon namaken. Of in ieder geval een look kon maken die erop lijkt. Dat heb ik dus gedaan. En dat was dus deze look. Ik heb zoveel mijn best gedaan om er zoveel mogelijk op te lijken. Het kan nooit precies zijn, maar het is wel een beetje die soort look. Ik vond het ook echt een super mooie look, dus daarom wilde ik hem ook maken. Ik heb ook over het algemeen best betaalbare producten gebruikt. En ik vond het wel een hele mooie nieuwjaarslook. Het is een best heftige look, dus daarom is hij ook geschikt voor nieuwjaar. De lipkleur maakt de look heel donker, dus je kunt er ook voor kiezen om een iets lichtere lipkleur te gebruiken. En dan is het wat minder heftig. Dus ben je benieuwd hoe ik deze look heb gemaakt? Dan blijf kijken en vergeet niet te liken en te abonneren. Kan gratis hier beneden. Nou, dan gaan we beginnen. Ik heb mijn wenkbrauw al gedaan. De reden dat ik mijn wenkbrauw altijd al heb gedaan is omdat de meeste mensen het heel saai vinden om naar te kijken en het is altijd hetzelfde. Maar mocht je geïnteresseerd zijn in hoe ik mijn wenkbrauwen doe, ik heb daar gewoon een video over gemaakt. Dus als je naar mijn video's gaat en dan bij zoeken intypt wenkbrauwen, dan kom je er vanzelf en dan kun je zien hoe ik mijn wenkbrauwen doe. Omdat we vandaag weer een heftige oogluk hebben, beginnen we weer eerst met de ogen en dan met het gezicht. Ik ga even mijn ogen aftepen met plakband. Ik heb hier gewoon een stukje plakband en die plak ik hier, zodat alle oogschaduw daar mooi stopt en dat het zo mooi een strakke lijn wordt. Zo, ik heb bij allebei de kanten geplakt, dan kunnen we beginnen. Ik gebruik eerst mijn Emeet oogschaduw primer om mijn ogen te primen. Deze lijkt heel erg op de MAC Soft Ochre Paint Pot. En ik doe dit gewoon zo op mijn hele ooglid. Echt tot aan mijn wenkbrauw. Helemaal omhoog. Dit zorgt ervoor dat de oogschaduw lang op mijn ogen blijft en de kleuren wat feller worden. Normaal prime ik mijn ogen voordat ik dit opplak, maar ik was het nou vergeten. Nou, ik pak eerst mijn Carly Bible Deluxe Palette. En ik pak deze lichte nude kleuren om mijn oog af te poederen. Dit doe ik weer gewoon zo op mijn hele lid, overal waar ik ook oogprimer heb gedaan. Dan pak ik deze paarse kleur, omdat het wordt mijn transitiekleur. Ik gebruik weer mijn HEMA Fluffy Quast. En ik doe het zo in mijn arcadeboog. En ik blend het helemaal uit tot ongeveer het einde van mijn wenkbrauw. En je mag gewoon over de plakband gaan, want straks als je die eraf haalt zit daar gewoon niks. En dit doe ik dan zo precies hetzelfde bij dit oog. En dan pak ik deze iets donkerdere paarse kleur en daar ga ik er nog een keer mee overheen. Met gewoon weer precies dezelfde kwast en ik doe in principe gewoon precies hetzelfde. Maar deze kleur maakt nou de andere paarse kleur iets donkerder. Je mag best wel veel aanbrengen. Wees niet te bang om veel aan te brengen. Want het moet wel echt een paarse kleur worden. Dan pak ik deze gouden highlight kleur en die doe ik onder mijn wenkbrauw. Hierdoor wordt je wenkbrauw een beetje gelift en dan krijg je dat betere facelift effect. Dan pak ik deze noodoogschaduw. En dit is de kleur nummer 10. Dit is een donkere paarse kleur. Met een iets kleinere fluffy kwast ga ik weer in mijn arcadeboog, maar dan iets eronder. En dan blijf ik het gewoon zo steeds blenden. En dan blend ik het gewoon helemaal in die andere paarse kleuren. Ik blend helemaal van de buitenste hoek naar de binnenste hoek. Deze donkere kleur hou je wel een beetje laag. En dan pak ik van mijn Freedom 32 Eyeshadow Palette deze zwarte kleur. Het maakt in principe niet uit welke zwarte kleur je pakt. Je moet gewoon een zwarte oogschaduwkleur hebben. En die zwarte kleur meng ik weer met deze donkerpaarse kleur. En die doe ik vooral in de buitenste hoeken. Ik pak eerst een beetje van de zwarte kleur en dan een beetje van de paarse kleur. En dit om de buitenste hoeken iets donkerder te maken. Ik blend het tot ongeveer hier in het midden. En dan pak ik iets meer paars om het iets paarser te maken. En dan pak ik weer deze lichtere paarskleur uit mijn Carly Bible Palette. En de grote HEMA Fluffy Quast. En daar ga ik er één keer overheen om het iets minder zwart te maken en iets meer paars te maken. Zo, nou is dat klaar. Nou gaan we de cut crease maken. Ik doe weer een beetje concealer op mijn hand. En ik pak deze platte synthetische kwast van Morphe. En dan ga ik de cut crease maken. We gaan vandaag een halve cut crease maken. Dus we gaan niet helemaal door tot het buitenste eind. Maar we gaan wat iets over de helft. En ik stop ongeveer hier. Ik ga even de rand iets strakker maken. En dit ga ik ook zo hier doen. Nou pak ik weer deze licht nude kleur en daar ga ik de concealer mee afpoederen. Dit doe ik gewoon weer precies hetzelfde als hoe ik deed in het begin om mijn hele oog af te poederen. En dan pak ik deze gouden kleur uit mijn Freedom palet. En ik pak dezelfde platte kwast als die ik heb gebruikt om mijn cut crease te maken en wat fixing spray. En dan ga ik die kleur zo op deze hele plek aanbrengen. En ik breng lekker veel aan zodat het lekker goud wordt. En ik stop gewoon waar de concealer ook stopt. Goud en paars is echt een hele mooie combinatie. En dan pak ik deze witte highlight kleur uit mijn Carly Bible Palette. En ik breng deze witte kleur aan in het begin, hier zo, om het iets lichter te maken. En ik stop ongeveer op de helft. Dan pak ik weer deze donkere paarse oogschaduwkleur en die ga ik weer hier in de buitenste ogen blenden. Om de gouden en de paarse kleur een beetje in elkaar te blenden. Zo, dat is klaar. Nou, even alle fallout hieronder eraf halen. Eraf vegen. Dan is het tijd voor eyeliner. Ik maak weer een grote wing met mijn Catrice Liquid Eyeliner. Zo, de wing is klaar. Nou gaan we de plakband eraf halen.
Kijk hoe mooi strak het nou is. Als mascara gebruik ik de L'Oreal Paradise mascara. Ik doe mijn onderste wimpers nog niet, want onder ga ik pas doen als ik mijn gezichtsmake-up heb gedaan. En als nepwimpers gebruik ik de 3D08 van de AliExpress. Ik ga hier alvast mijn lijm opdoen en dan ga ik verder met mijn gezicht tot de lijm opdroogt en dan pas doe ik ze op. Als primer gebruik ik de Smashbox Photo Finish Primer. Als concealer gebruik ik de Maybelline Age Rewind in de kleur Light. En ik doe lekker veel. Want dit wordt echt full glam. En dan blend ik het weer uit met mijn beauty blender. Ik weet niet wat hieronder aan de hand is, maar mijn huid is echt zo droog de laatste tijd. Echt, het is echt heel irritant, want het komt allemaal hier. Kijk, zie je dit? Dit is echt niet mooi. Als poeder gebruik ik mijn Beauty Bakery Translucent Powder. Ik ga hiermee lekker veel onder mijn oogbeker, zodat het daar niet gaat creasen. En ik doe dit gewoon op alle plekken waar ik concealer heb gedaan. Nou, terwijl dit aan het baken is, ga ik even mijn wimpers opdoen. Wimpers maken de look echt helemaal af altijd. Zonder wimpers maak ik mij gewoon niet op. Als ik hem opmaak, heb ik altijd net wimpers. Nou ga ik de beker afhalen en dan ga ik ook nog zo op mijn hele gezicht. Oké, nou gaan we verder met onder mijn ogen. Nou pak ik deze iets donkerdere paarse kleur uit mijn Carly Bible Palette. En dit doe ik zo op mijn onderste wimperrand. En ik doe best wel veel, want het mag best wel smoky. En dan pak ik weer deze donkere paarse kleur en die doe ik er ook nog op. Deze donkere paarse kleur hou ik iets dichter bij mijn wimperrand. En dan pak ik weer deze kwast die ik net heb gebruikt voor de iets lichtere paarse kleur. En daar ga ik nog mee overheen om het in elkaar te blenden. En dan pak ik weer deze zwarte kleur en daar ga ik er nog een keer mee overheen. En ook deze zwarte kleur hou ik dicht bij mijn wimperrand. Hierdoor wordt het nog meer smoky en iets donkerder. En dan met weer de kwast van net ga ik het in elkaar blenden. Ik heb hier trouwens verder niks meer opgedaan. Ik weet, het zijn veel stappen. Dan pak ik deze zwarte coalliner van Essence en die doe ik in mijn waterrand. Dan ga ik ook even mascara doen op mijn onderste wimpers. Dan ga ik met mijn NYX Contour Palette deze kleur gebruiken om mijn gezicht te contouren en om mijn neus te contouren. Om mijn gezicht te bronzen gebruik ik de Benefit Hoola Bronzer. Als blush gebruik ik de Milani Baked Blush in de kleur Berry & More. Met mijn Beauty Bakery Powder ga ik hem nog hier strak maken. Als blush gebruik ik mijn Too Faced Highlighter in de kleur You Light Up My Life. Dit is een hele mooie gouden kleur, matcht een beetje met mijn oogdoek. Ik doe hem ook op mijn neus en op mijn voorhoofd. En ik doe hem ook in mijn binnenste ooghoeken. Ik spray even wat Urban Decay Chill Setting Spray op mijn gezicht, want het is nu allemaal echt heel droog. Dan gaan we dan met lippen. Het is hier een beetje rood. Dat heb ik wel vaker, want ik heb een hele slechte gewoonte. En die slechte gewoonte is dat ik steeds de vellers van mijn lippen aftrek. En af en toe zo erg dat het gewoon gaat bloeden. Ik weet, het is echt disgusting en het is echt een slechte gewoonte. En ik moet er echt mee ophouden. Als lippotlood gebruik ik de Essence Long Lasting Lip Liner in de kleur 11BA Game Changer. Dit is een hele donkere paarse kleur. En hij blijft echt lang zitten. En als lipstick gebruik ik deze van Rimmel London. Dit is van de Kate collectie. En het is de kleur 40. Oh nee, 4. Het is de kleur 4. Dit is een hele donkere paarse kleur. En dan is na 100 jaar en na 500 stappen de look af. Nou, dit was dan mijn make-up look. Ik heb echt mijn best gedaan om de look zo mooi mogelijk te maken. En ik hoop dat jullie hier iets aan hebben gehad en hier iets van hebben geleerd. Vergeet vooral niet te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 2 video's per week. Elke zaterdag en dinsdag om 1 uur. En dan hoop ik jullie snel weer te zien bij mijn volgende video. Doei!